Hoi allemaal, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Je zult het vast wel een keer herkennen. Je bent laat thuis en je hebt geen zin om meer om te koken. Of je partner is deur uit. Of nou ja, of je wil gewoon lekker met vrienden wat eten. Of je kijkt voetbal. Of je gaat de deur uit vanavond, ook allemaal prima. Maar dan ga je natuurlijk voor iets makkelijks, iets simpels. En dan kun je dus kiezen voor pizza. Dat ga ik vandaag eten. En een diepvriespizza wel te verstaan. En ik ga jullie stap voor stap laten zien hoe je dat moet gaan bereiden. Dus kijk maar mee. Ik heb gekozen vanavond voor een pizza Hawaii, een diepvriespizza Hawaii, wel te verstaan. En wat je daar allemaal voor moet doen, is eerst dat je kijkt op de doos. Dan ga je even kijken hoe lang die moet. Dan ga je kijken, nou hier staat dat die op 225 graden moet. En dan 10 minuutjes. 12 minuten. Dus dat ga ik dan eerst doen. Kijk maar even mee. Je zou misschien denken, is het nou echt een oven? Ja, dit is een combi-magnetron oven. Met dus ook een ovenstand erop. En ik ga je laten zien hoe dat werkt. Als je een combi-magnetron oven hebt, is het heel belangrijk om eerst de knop in te drukken. En de deur open te maken. De plaat uit aan de binnenste plaat, zodat de oven even voor kan verwarmen, zeg maar. Dan doen we hem weer dicht. Dan drukken we hem op de hete luchtstand. Dan draaien we hem naar 220, want 225 heb ik niet. Dat is ook goed. En dan zet je hem aan. En dan wacht je even tot hij piept en voorverwarmt. Zo, nu ik de oven op de juiste temperatuur heb aangezet, kan er nu even rustig lekker voor verwarmen. In de tussentijd is het heel belangrijk dat je de pizza uit de verpakking haalt, zodat het plastic er even afhaalt. En hem dan vervolgens op een bestemmige bakplaat in de oven legt. Of een rekje in de oven, zoals dit. Nou, zoals je kunt zien, de pizza is uit de verpakking uit het plastic gehaald. Ik heb hem op een rekje gelegd, maar kan ook op een bestemmige bakplaat. Dan even wachten tot de oven piept, zodat het voorverwarmt. Zoals je kunt zien, is de oven nu lekker aan het voorverwarmen. Hoor jij een piepje, dan is de oven klaar. Dan is hij goed voorverwarmd. Dan kun je de pizza erin doen en hem op de juiste temperatuur en tijd weer instellen. En dan kun je hem aanzetten. Zo, de piepje is net gegaan. De oven is goed voorverwarmd. Nu ga ik de pizza er even in doen. Bij een combi-magnetron is het belangrijk dat je begint met dit erin te leggen. En dan vervolgens deze weer goed erop te leggen. En dan pas met de plaat en de pizza erin te doen. Want anders dan werkt het niet. Zoals je nu kunt zien zit de pizza dus in de oven. Doe ik het deurtje dicht. Let dan wel goed op. De deur moet goed dicht zetten. En dan gaan we nu in de juiste tijd stellen. En dat laat ik ook zien. Zo, de pizza zit nu in de oven. Deur is goed dicht. Nu gaan we op de juiste temperatuur en tijd instellen. Nou, zoals ik al aan het begin van de video uitlegde. Druk op de hete luchtknop. Draai aan de knop. We hebben hier geen 220, dus doe ik hem op 220. Dan draai ik hem nog een keer mee. Zodat ik uiteindelijk de tijd kan instellen. Nou, het was 10. Zo 12 minuten waren we aan het begin van de film weer aangekomen. Dus ik doe hem even op 10 minuten. Ik kan er nog wat bij moeten doen. Dus druk ik op start. Oké, en dan is hij klaar en dan gaat hij draaien. En dan hoor je op een gegeven moment een piep, piep, piep. En is hij bij 0 en dan is het klaar. En dan haalt de pizza uit de oven. De oven heeft net gepiept. Dus ik ga even kijken of die klaar is. Nou, je kunt het zien. De pizza ziet er mooi uit, dus ik ga hem eruit halen. Let wel op, doe dit echt absoluut niet met je blote handen, maar echt met de handschoenen aan. Dat is het veiligste, zo kun je je ook niet verbranden. Vind je het nou eng om te doen, alleen vraag dan even hulp van je begeleider of van je omgeving, of misschien wel van je ouders, familie of vrienden of kennissen. Zoals je kunt zien, heb ik mijn pizza uit de oven gehaald. Ze is nog steeds op een rekje. Leg het rekje of een bakplaat gelijk op de aanrechter. Kun je ook niet verbranden. Zo kan er ook niks fout gaan. Let wel op, het is gloeiend heet. Dus raak het niet aan met je blote handen. Maar doe dat met de handschoenen
of een theedoek of iets dergelijks. Zo, nu is het tijd om de pizza op een bord te leggen. Ik heb een Italiaans bord. Die gebruik ik altijd, zulke borden. Heb je dat nou niet, leg hem dan gewoon op een rond plat bord. Dat is ook gewoon allemaal helemaal goed. Zoals je kunt zien, ligt er nu een pizza op mijn bord. Die ga ik in pizzapunten snijden met een pizzames. Dus kijk maar even mee. Dit is mijn pizzames. En hiermee ga ik mijn pizza snijden. Zorg ervoor dat je pizza op het bord ligt en recht voor ligt. Dan kun je het makkelijker snijden. Ik laat het zien. Snij de pizza met de pizzames eerst door de midden. Recht door de midden. Zoals je ziet heb ik nu een stuk pizza door de midden snijden. Die laat ik op mijn bord zo liggen. Ga ik hem schuin aansnijden. En dan heb ik een pizzapunt. Eet smakelijk. Top dat cake. Dit is een kookvideo van Art Kookt. Ik hoop dat je wat van hebt opgestoken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat je wat van hebt geleerd. Ik geef je alleen maar één tip mee. Een diepvriespizza uit de oven is hartstikke makkelijk, heel simpel, redelijke kwaliteit. Maar de beste kwaliteit is of naar een echte pizzeria en een echte Italiaan gaan of hem zelf maken, want het is echt super lekker. Dat ga ik ook nog een keer laten zien, hoe je een echte verse pizza moet maken. Maar voor nu wens ik je een hele fijne avond, een hele fijne dag nog toe, wanneer je deze kookvideo bekijkt. En tot 2019, fijne jaar wisseling, namens Art Kookt.